over zes. Nu het woord aan Ellen en Hans. Dit zijn de grondstoffen die nodig zijn voor de fabricage van aquarelverf. De kleur van de verf wordt bepaald door de pigmenten. En wij zullen u laten zien hoe die verf gemaakt wordt. We volgen het productieproces van de kleur cadmiumrood. Voor de productie van aquarelverf worden zowel natuurlijke als synthetische pigmenten gebruikt. De hoeveelheid wordt op de gram nauwkeurig afgewogen. Een ander bestanddeel is Arabische gom, het bindmiddel voor de verf. Arabische gom is al opgelost in water en komt van een Afrikaanse boomsoort. In een soort grote mixer worden de pigmenten gemengd met de Arabische gom en andere stoffen. De massa gaat nu door een wals en de pigmenten worden nog fijner gemalen. Hoe fijner de pigmentkorrels, hoe gelijkmatiger de verf kan worden uitgestreken. Na het walsen wordt de verf uitgebreid getest. Op kleur, op dikte en op fijnheid. Na een tweede keuring, na 14 dagen, wordt de verf verder verwerkt. Ingedampt als er napjes van gemaakt worden. De productie van napjes is nog steeds heel ambachtelijk. Na het verdampen wordt de hete verf met de hand gekneed. De bol worden tot plakken uitgerold en zodra de plakken droog zijn, worden ze in blokjes gesneden en verpakt. Met moderne, speciale machines worden de tubes gevuld met aquarelverf. Welkom. U weet nu hoe aquarelverf gemaakt wordt. Er zijn allerlei soorten. In tubetjes, doosjes en allemaal verschillend van prijs. Hans, welke verf kun je nou het beste kopen? Het beste kun je de beste verf kopen. Want de beste verf is gewoon goed. En goed betekent dat het heel kleurkrachtig is. Dit is goede verf. Daar doe ik wat water bij en je ziet dat het een behoorlijke kleur afgeeft. Als ik wat goedkopere verf heb, die is niet zo kleurkrachtig. Daar heb ik dus veel meer pigment voor nodig om dezelfde kleurkracht te krijgen. Die is wat goedkoper. En daar heb ik toch ook veel pigment in gedaan. Dus uiteindelijk kun je beter gewoon dure verf kopen. Dan worden je aquarellen beter. Zijn er ook verschillen in de kleuren onderling? Ja, er is ook verschil. Als je dit bijvoorbeeld bekijkt. Ik heb hier met ozinische inkt een veeg gemaakt. Ozinische inkt is watervast.
Dus als ik hier met ultramarijn overheen ga, dan zie je dat hier dat zwart behoorlijk doorheen komt. Dus deze kleur is transparant. En bij de volgende, ceruleum, zie je dat hier het nogal dekkend geworden is. Dus deze is minder transparant. Deze twee cadmiums zijn ook wat minder transparant, dus nogal dekkend. En dit is zo half ongeveer, hè? Die citroengeel. Nu heb ik er nog één niet gedaan. Dat is deze rode kleur. En je ziet dat die heel transparant is. En als je dan een goede verf te pakken hebt, kun je beginnen. Nou, het onderwerp van vandaag is landschap, buitenwerken dus. Wat moet je dan allemaal meenemen? Nou, je hebt natuurlijk je verf nodig en je penselen, maar nog wat meer dingen. Dus als je even meeloopt, dan zie je dat hier het een en ander klaar staat. Belangrijk is natuurlijk je verf, maar in dit geval misschien zo'n paletje met een doosje, zodat je het makkelijk mee kunt nemen. Je hebt natuurlijk penselen nodig, een potloodje en water. Vergeet het water niet. Doe dat in een jampotje met een deksel wat goed afsluit. Een sponsje. Een blok is heel geschikt, omdat daar meer vellen geprepareerd op zitten. En natuurlijk moet je ergens op zitten. Dit kun je heel klein opvouwen, zou je in een rustzakje kunnen doen. En hier zit het zakje al onder het stoeltje, daar kun je materiaal in doen. En heel luxe is natuurlijk een veldezel. Nu is dat bord erop gedaan, maar zou je ook een blokje op kunnen doen. Schilder jij vaak buiten? Alleen als de zon schijnt, daar hou ik van. Het landschap van vandaag wordt geschilderd door Kees van Aalst. Hij schildert niet alleen landschappen. Hij laat eerst een kleine selectie van zijn werk zien. Ik schilder nu zo'n 35 jaar, waarvan de laatste 15 jaar voornamelijk aquarel. Een techniek die mij door de manier van afbeelden erg aanspreekt. Ik zal een aantal aquarellen laten zien. Dit is een gezicht op de Amstel. In Scheveningen. Dit is een opdracht voor een kalender. Ik maak elk jaar een aantal kalenders. Dit is Den Haag. Luxemburg. En dit is weer een gezicht hier in de buurt, langs de Amstel. Schilder je alleen maar stadsgezichten en landschappen? Ik schilder ook bloemen. Wat oosters georiënteerde bloemen. Wat Chinees-Japans-achtig aandoend. Als je buiten gaat schilderen, moet je zo min mogelijk meenemen, want het is allemaal gesjouw. Verf, water, penselen, een aquarelblok, eventueel een veldezel, stoeltje, ook mooi meegenomen. Ik heb meer meegenomen, want ik ben een atelierschilder. Dus ik schilder weinig buiten, althans ik maak schetsen. Dus ik heb een behoorlijke uitrusting bij me. Dit lijkt me een aardig hoekje. De achtergrond, hoog, een hoge horizon. Roeiboot op de voorgrond en een heel klein deel van deze rand aan de voorkant. En met de rietkraag erop uiteraard. Ja, een leuk hoekje. Ik zet eerst heel sumier een schets op. Ik neem een hoge horizon in dit geval. Schets niet al te gedetailleerd. Het is meer bedoeld als een handvat. Dat riet dat loopt gelijk met de rechte roeiboot. Dus dat moet ik even aftasten. Ik schilder naar de werkelijkheid, maar ik interpreteer hem altijd enigszins. Dus hij wordt een beetje naar mijn hand gezet. Ik vind het voor dit soort onderwerpen waar betrekkelijk gedetailleerde onderdelen in zitten, zoals die roeiboten, toch wel belangrijk om even een voorschets te maken. Om te voorkomen dat je de mist ingaat met je
uiteindelijke schilderwerk. Waarom moet dat zo nat? Omdat de luchtpartij die is vaak heel vaag. Die heeft geen harde randen. Dus daarom bevochtig ik eerst het papier altijd enigszins op die plaatsen waar dat nodig is. En ik doe dat alleen in de luchtpartij. Ik ga nu de rietpartij aanbrengen in een licht oker tint. Eerst wat horizontale partijen en dan afgewisseld door verticale die ik op een hele luchtige manier aanbreng. Je gebruikt heel wat verschillende penselen. Ja, dat is ook gemak. Het is niet per se noodzakelijk. Maar ik vind het wel eens makkelijk. Heb je erg last van weersveranderingen? Ja, nogal. Ik werk met erg veel water, zoals je weet. En dan is een behoorlijke wind is erg hinderlijk. Maar dan waait de verf van mijn papier en van mijn penseel. Mooi plekje, dat meer met die rietkragen en die bootjes. Maar hoe krijg ik dat ruimtelijk op het papier, die diepte? Dat kun je schilderen door middel van kleuren. Want als je op de voorgrond felle kleuren maakt, fel geel, fel blauw, bijvoorbeeld bloemen zo, dan zie je de bloemen natuurlijk ook duidelijk. En naar achter toe zie je dat de kleur langzamerhand verandert. En het gaat via groen naar het blauw toe. En de kleuren veranderen dus van fel naar minder fel, naar het blauwe toe. Verder zal op de voorgrond het zwart zijn. En naar achter toe zal hetzelfde zwart zal veel grijzer worden. Dus als je die kleuren langzamerhand laat veranderen naar achter toe, dan krijg je diepte. Er is nog een andere manier. En die kan ik je misschien even hierdoor laten zien. Dit is een aquarel die ik ooit in Wales maakte. Eerst even de kleur. Hier zie je dus vrij harde kleuren op de voorgrond. En naar achter toe zie je dat die berg hier vaalblauw geworden is. Dus daardoor krijg je het diepte-effect. Maar je krijgt die diepte-effect nog door wat anders. De vorm wordt steeds kleiner, hè? Ja. Dus hier die mensjes, die zie ik nog behoorlijk groot. En hier zijn die mensjes stipjes geworden. Kun je nog wat meer uitleggen over die diepte? Ja. Dan moet ik even hier wat tekenen. Als je hier een horizon hebt. Mm-hmm. Een horizon is de overgang van land in de lucht. Dus hier groeit en hier staat van alles op dat stuk. En daar staat bijvoorbeeld een paaltje. Zo, paaltje, daar staat een paal. Diezelfde paal, als ik die hier zie, dan is die paal zo klein geworden. Dus die vormen veranderen langzamerhand. Heb je nog een ander voorbeeld? En dit kun je waarschijnlijk ook wel voorstellen. Dit is een weg. En als je achteruit de auto kijkt, dan zie je dat soms. Hè? Dan zie je die weg op een puntje eindigen. Het gekke is dus dat die breedte van de weg, die steeds dezelfde blijft, wordt langzamerhand smaller en wordt tenslotte eigenlijk niks meer. En dat eindigt hier in een verdwijnpunt en het ligt op de horizon. En hoe bepaal je die horizon dan? Die horizon is heel belangrijk als je tekent. Want die horizon die ligt op de hoogte van het oog van de tekenaar. Dus in dit geval, als hier een meneertje loopt op deze weg en die man is even lang als ik terwijl ik teken, dan weet ik dus dat die man zo op mijn weg zit. Deze man heeft nog een vrouw bij zich. Die vrouw is iets korter. En haar hoofd zit dus net beneden mijn horizon. En ze hebben ook nog een kind. Dat kind is natuurlijk kleiner dan die man, maar duidelijk is dat het hoofd van het kind veel lager zit. Hè? En dan zie je op de achtergrond loopt ook nog iemand. De vrouw is natuurlijk kleiner, maar ze is even lang als die man. Moet je kijken wat er gebeurt. Als ik nou die vrouw omhoog schuif, dan zie je dat ze heel groot wordt.
dat klopt helemaal niet meer. En toch zou het kunnen, want als ik dit weghaal en ik zeg, daar zit hier iemand. Ja. En haar oog is mijn oog. Als ik teken, mm-hmm. zit ik ook op de grond. Dan is die horizon dus eigenlijk lager. Dan zit die horizon de hoogte van dat tasje ongeveer. En nou klopt het weer wel. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de kleur en de vorm verandert. Nou, hoe dat zit in de aquarel van Kees van Aalst, kunt u nu zien. Ik ga nu de voorgrond aanbrengen met verticale halen, omdat in het onderwerp erg veel horizontale voorkomen. Waarom doe je dat? Ik voeg nu heel veel water toe om bepaalde structuren te bereiken. Die schilder ik later wel weer over. Maar als basis is dat vaak interessant. Het is erg belangrijk om veel water te gebruiken, omdat je het papier nog altijd moet zien, hoe donker de aquarel ook is. Je moet altijd het papier er doorheen zien schijnen. Ik begin nu aan het hoofdmotief, de roeiboten. Die worden vrij gedetailleerd afgebeeld, want de aandacht moet er naartoe getrokken worden. Dus hele donkere partijen, afgewisseld met hele lichte partijen. Hier leg je de voorgrond aan van zo'n boot. Heel strak. Geschilderd. Spaar heel voorzichtig de witte partijen uit. Heel belangrijk dat het gedetailleerd, althans betrekkelijk gedetailleerd, op papier komt. Spiegeling mag nog zwaarder zijn dan de boten, nog donkerder. Als contrast met landschap, wat iets vager is. Ik ga hier de horizon nog wat aanzetten. De achtergrond is me nog iets te vaag. Iets geaccentueerder. Met hele lichte violette tinten. Ik neem af en toe wat afstand om het geheel te overzien. Ik ga nu de voorgrond aanbrengen. De schaduwpartijen en de bomen aan de linker en de rechterkant. Ga je nu met andere kleuren werken? Ja, wat zwaarder, wat ietsje donkerder. Dus iets meer ultramarijn, gebrande sienna. Om de zware partijen wat aan te zetten. Je werkt nu met steeds dunnere penselen. Ja, dat is voor de fijne takjes aan het eind. Dus ze worden steeds dunner inderdaad. Ik ga nu naar de rechterpartij. De bomen aanbrengen met een fijn penseel. Eerst de lichte stammen. Op een heel subtiele manier, niet te stijf. Heel losjes, luchtig. Waardoor het er allemaal wat spontaan, onbevangen uit komt te zien. En hierna de bladeren die meer gesuggereerd en afgebeeld worden. Ik doe dit vaak met een Chinees penseel. Alleen wat vlekjes. Ik ga nu de waterpartij aanbrengen. Die maak ik iets donkerder op de voorgrond. Kijk, dan haal ik het gewicht iets meer naar voren. Ik heb vanochtend dit opgezet. En dat was veel lichter dan het op dit moment is. Dus dat is ook al hinderlijk, maar je moet je gewoon vastleggen op een bepaald moment.
En dat is een aantal uren geleden, dus dat moet je accepteren. In de aquarel van het landschap komt veel water voor. Hoe laat je die spiegeling in het water zien? Nou, het woord zegt het al, spiegeling. Het is alsof je alles in een spiegel ziet. Daar ligt een spiegel. En dat verticale paaltje wat daar staat... Nou, daar komt het paaltje. Het paaltje staat hier in het water. En dat komt precies gespiegeld terug, zo. Zodanig dat deze lengte weer klopt. En het paaltje dan dat scheef staat? En het paaltje dat scheef staat, dat staat dus zo. En het staat hier in het water. Mm-hmm. En dan krijg je precies hetzelfde. Hè, dit punt, dat spiegelt hier ongeveer terug. Dus zo ligt dat paaltje. Zo. En hoe zit het dan als het op de kant staat? Nou, zullen we er een boom van maken? Als je nou dat verticale paaltje op het groene vlak zet, dan is dat groene vlak de kant. Dan gaat het zo. Hier staat dus die boom. Mm-hmm. Op de kant. Dan krijg je een stukje land. Dan krijg je de hoogte van het land boven het water. En dan is dit het water. Ja. En dan krijg je dus dit. Dan moet je je voorstellen dat het water als een spiegel doorloopt onder het land door. En dan krijg je dus hier dat die spiegel gaat werken. Mm-hmm. En dan krijg je dus nog een keer dat vlakje terug. En dan komt hier de boom. Zo. En dan zie je dit stukje van die boom komen. En dit is natuurlijk gewoon natuurlijk de grond, hè. Dat zie je niet. Maar je ziet een stukje van die boom, zie je hier in het water terugkomen. Je hebt daar een aquarel liggen van een boot. Hoe zit dat dan? Nou, een boot weerspiegelt natuurlijk ook. Trouwens, als je water wil schilderen, dan moet je altijd letten op die weerspiegeling, want daardoor wordt het water. Nou, die boot heeft een onderkant waar weinig licht op komt. En die hele onderkant zie je terugkomen in het water. Deze lijn zie je dus terugkomen hier. En dit is de achterkant van die boot. Mm-hmm. En verder door horizontale penseelstreken kun je die bewegelijkheid van het water laten zien. Boten, weliswaar hele andere, komen ook voor in de aquarel van het landschap. Nou, Kees van Aalst gaat daar nu de laatste details aanbrengen. Ik ga nu de waterpartij aan de rechterzijde aanbrengen. Betrekkelijk donker. Op een luchtige manier, niet te zwaar. En de spiegeling daarin van de bomen. Niet te exact, alleen gesuggereerd. Ik wil de lichte en de donkere partijen afwisselen. Kijk, hier is het water is donker. Is donker gemaakt. En de voorgrond is licht. En dat wil ik zo houden. En hier is het waterlicht. En hier maak ik de voorgrond wat donkerder. Ik maak als contrast. Om het interessanter te maken. Is die donkerkleur de definitieve? Dit is de definitieve kleur, die laat ik zo. Ja. Er wordt nog wel wat nuance in aangebracht, maar hoegenaamd niets meer. Hier en daar nog wat accentjes, maar dat komt als allerlaatste fase. Waarom veeg je dat nou zo uit? Omdat ik de randen die wil ik wat vager houden. Daar moet niet te veel accent op gelegd worden, want het belangrijkste deel is dit gedeelte. Daar moet dus alle aandacht naartoe getrokken worden. Welke fase ga je nu doen? Ik ben nu aan de laatste fase toe. De accenten aanbrengen. En dat doe ik met een rietje. Waarom met een rietje? Een rietje heeft wat scherpere lijnen. En ik vind een aquarel over het algemeen wat vaag, wat wazig. En die scherpere lijnen maken zo'n aquarel wat interessanter om te zien. Vandaar het rietje.
Ik ben hier niet aangewezen op een stukje riet. Het zou ook iets anders kunnen zijn. Een stukje hout wat ik slijp of iets dergelijks. Wat is dat wat je nu aanbrengt? Dat is de steiger, de paaltjes aan de steiger. Die ik nu aangeef. Een beetje stevige, gestructureerde manier. Ook alweer om te voorkomen, zoals ik net zei, dat de aquarel een slap aanzien heeft. Die accenten moet je ook weer niet overdrijven, hoor. Die moet je met mate hanteren. Eigenlijk is dit wat de accenten betreft al genoeg. Hoe bepaal je nou of het af is? Ja, dat is een gevoelszaak. Vaak heeft een aquarel toch nog een paar laatste halen nodig, als ik het zo mag zeggen, om er evenwicht in te brengen. Hij heeft nu hier te veel accent aan de linkerkant. Hij mag aan de rechterkant iets meer hebben. Dus vandaar dat ik daar nog iets aan toevoeg. Hij is nog niet helemaal af? Niet naar mijn zin. Het is wat evenwichtiger geworden. Ik heb het idee dat hij zo aardig voltooid is. Ten slotte, Hans, heb je nog een paar tips speciaal voor het buitenwerken? Nou, je moet natuurlijk niet binnen blijven zitten als het mooi weer is. En als je dan naar buiten gaat, let dan goed op die dingen waar we het over hebben gehad. Dus de horizonshoogte. En let ook goed op waar de zon staat, waar het licht vandaan komt. En is het slecht weer, dan kun je altijd nog eens kijken wat je door het raam ziet. En wat ook nog mogelijk is, je kunt ook foto's gebruiken. Want daar zijn ook veel gegevens op terug te vinden die je kunt gebruiken. Tot zover dit programma over landschap. Volgende week kunt u weer een aquarellist buiten aan het werk zien. Want dan gaan we het hebben over stadsgezicht. Tot dan.